Maar ik vind het vooral heel interessant als je de stad ingaat en je komt in een winkelcentrum of zo, dat mensen direct heel positief staan ten opzichte van Hanne. En eigenlijk ook de aandacht wat verleggen naar de hond. En niet zozeer focussen op de handicap en de rolstoel waar ze in zit en zo. Dus dat maakt een aantal dingen wel gemakkelijk, vind ik. Met vreemde mensen, maar ook ja, nog eens op school bijvoorbeeld gaat dat ook zo. Un chien d'aide, c'est tout d'abord bien sûr une aide physique, ce que la personne handicapée ne sait pas faire et ce à quoi le chien peut pallier. C'est aussi bien sûr une aide morale et une aide affective pour les gens qui sont... Moi je vis seule, je n'ai jamais eu l'impression de vivre seule.